Ik ben Ben Roelands en mijn functie bij Mind is bestuurssecretaris. Dat betekent dat ik Marjan, de directeur, ondersteun in de voorbereiding voor de Raad van Toezicht en bestuur, stukken schrijven, dingen regelen, processen bewaken. Daarnaast doe ik nog wat andere dingen, maar dat is eigenlijk het belangrijkste van wat ik doe bij mij. Ik denk dat het goed is dat, dat de samenleving laat zien dat mentale kwetsbaarheid dat dat iets is wat ons allemaal kan overkomen. Dat voelen mensen ook zo, dat zien ze. Ik denk dat dat bewustzijn ook wel de afgelopen jaren steeds meer was. Dat zie je ook in tv-programma's terug, dat angst, depressie, dat onderwerpen zijn die heus wel voor het voetlicht komen. Nu voelen mensen dat meer en ik zie daar ook wel meer ontvankelijkheid voor. Hè? Dat je denkt, van, nou, het is voor een aantal doelgroepen toch niet makkelijk. En ik merk het nu zelf als ik zie hoe weinig wat het met me doet. Ik denk dat het ook wel iets is wat zal blijven. Dat mensen weten van, oh, als er een ernstige situatie is, dan heb je elkaar hard nodig. Dan doet dat iets met je. Dan moet je er voor elkaar zijn. En dat dat ons geluid ook in de toekomst wel kan versterken. Dat we zeggen van, als we weer naar het nieuwe normaal zijn, maar dat we zeggen van, hè, blijf oog houden voor mensen met psychische kwetsbaarheid. En wat ik ook wel een mooie en belangrijk vind, is dat je ook vanuit belangenbehartiging, er worden heel veel zaken nu geregeld. Er zijn heel veel overleg, ministerie, er wordt heel veel. Maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Ook al moet je snel besluiten nemen, dat het wel zorgvuldig gebeurt en dus ook met de mensen waar je het voor doet. Dus, en ik zie bij de afdeling belangenbehartiging dat ze op allerlei tafels zitten om aandacht te vragen voor mensen met psychische problemen. Van ja, dit besluit heeft gevolgen voor onze achterban. Daar willen we wel even iets over zeggen. Hè? Als je dat besluit neemt, denk dan wel hier en hier aan. Zodat we toch ons geluid in kunnen brengen. Dat vergt veel van mensen, omdat je op actualiteit in moet spelen. Maar dat is misschien niet zo zichtbaar nu dat we dat doen, maar dat gebeurt wel. En dat vind ik ook heel erg goed. Met mij gaat het goed. Ik merk dat ik het crisisgevoel wat achter me kan laten en ook kan merk ik van nou, het is toch meer nu vooruitkijken van hoe gaat het nou verder. Ik heb ook in het begin natuurlijk wel zorgen van nou, als mensen direct in de omgeving niet ziek worden, dat blijft natuurlijk wel, hè. Dat je van ja, we moeten allemaal wel verstandig blijven doen. Het is wel wennen dat je gewoon een aantal dingen die waarvan ik merk van nou, dat vond ik altijd heel belangrijk. Ik doe bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij mensen met dementie in een verpleeghuis. Nou, ik heb echt wel een band met die mensen, maar ik kan er niet heen. Ik kan ook niet even vragen hoe is het met je. Ik kan daar, dat is gewoon gestopt. En dat is heel erg jammer. En ineens merk ik van, oh, dat is eigenlijk altijd wel belangrijk voor me. Dat ik in het weekend daar ga helpen en dat nu niet meer kan doen. Je merkt nu van, het is heel waardevol om contacten te hebben, om uit eten te gaan, om leuke dingen te doen. Dat niet alleen maar iets is als iets wat je doet met je tijd. Dat ook iets geeft in de dingen die je doet voor jezelf. Dat geeft zin om met andere mensen te zijn. En dan zou je zeggen, ja, maar dat contact is er nou toch ook op een andere manier. Maar en ben er helemaal achter wat dat dan is. Een half uur bellen met je broer of een avond daar mee gaan eten, dat is echt wel anders. En ik kan nog niet goed woorden geven over wat het dan anders is. Maar dat het anders is, dat is zeker zo, ja.